Welkom bij het RFC Europa Magazine, u aangeboden door de Port of Antwerp. Voor deze nieuwe aflevering bevinden we ons in de voormalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, Istanbul. In deze bruisende stad nemen we het vanavond om 6:45 Belgische tijd op tegen de Turkse topclub Fenerbahçe. Onze Reds reizen gisteren al af en hoe dat verliep ziet u in deze video. Vanavond staan we oog in oog met Fenerbahçe Spor Kulübü, kortweg Fenerbahçe. De club is opgericht in 1907 in de wijk Fenerbahçe. Zowel de club als de wijk danken de naam aan een vuurtoren die er in 1562 is neergepoot. Fener is Turks voor vuurtoren en Bahçe betekent tuin, verwijzend naar de tuin met kamillebloemen rondom de vuurtoren. Tot zover dit stukje toponymie. Fenerbahçe werd in haar geschiedenis 19 keer kampioen van Turkije, won 6 keer de Turkse beker en nog eens 9 keer de Turkse Supercup. Naast de huidige grote namen zoals Mesut Özil en Luis Gustavo zijn er ook heel wat ex-topspelers die de kleuren van de gele Canaries verdedigd hebben. Denk maar aan Roberto Carlos, Robin van Persie, Raúl Meireles, Nani en onze eigenste Ali Samatta en Michael Frey. Fener behoort samen met Galatasaray en Beşiktaş tot de grote drie van Istanbul en bij uitbreiding Turkije. Samen domineren ze het Turkse voetbal al jarenlang. Naast voetbal heeft Fenerbahçe nog 9 actieve sporttakken. Basketbal, volleybal, roeien, boksen, zeilen, atletiek, zwemmen en tafeltennis. Maar even terug naar voetbal. In de Europa League groepsfase wist Fenerbahçe 1 punt te verzamelen. Ze speelden gelijk in Frankfurt en verloren thuis van Olympiakos. Dat resulteert in een derde plaats in de poule. Fenerbahçe werkt haar thuiswedstrijden af in het Sucru Saracoglu Stadion, gelegen in het Aziatische deel van Istanbul. Het stadion biedt plaats aan 50.509 toeschouwers en is daarmee het tweede grootste stadion van Turkije. Hier werkten onze Reds gisteren hun training op Turkse bodem af. Als het bos al af is, gaat het ook zo zijn. Laatste training net achter de rug. Hoe hebben jullie naar deze wedstrijd toegewerkt? Ja, bijna net zoals altijd. Klein beetje opwarming en een beetje rondo voor de spelers ook. En dan probeer ook een beetje patterns te zoeken voor morgen. En dan natuurlijk een klein wedstrijd tot het einde. En dan, ja, als je nu ziet, een beetje afwerking op de goal. Dus ja, eigenlijk alleen een goede gevoel te hebben voor morgen. Hoe heb je de jongens scherp gezet voor de wedstrijd?
Ik denk eigenlijk dat het niet zo echt nodig is morgen. Iedereen weet dat, dat nu is het moment om punten te pakken in Europa. We zitten op 0-6. Dichtbij in alle twee matchen. Maar de laatste 5 minuutjes hebben we toch een aantal kansen weggegeven. En een penalty tegen Frankfurt ook. Dus nu is het moment om punten te pakken. Om nog een kans te hebben om Europees voetbal na nieuwjaar. En voel je die gretigheid in de groep? Ja, zeker. Zeker, dat doe ik elke dag. Iedereen is top motiveerd om wedstrijden te winnen. En zeker ook in Europa. Dit is een mooie match. Olympiakos, Frankfurt en nu in Fenerbahce. Het mooie stadion, mooie supporters ook. Dus het wordt zeker een mooie avond morgen. Dankjewel, coach. Veel succes. Dank. Graag gedaan. De fans van Fenerbahce zitten verdeeld over alle gelederen van de bevolking. Maar de meest gekende is misschien wel Mustafa Kemal Atatürk. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Republiek Turkije, waar hij ook de eerste president van was. Atatürk gaat de geschiedenisboeken in als een groot leider. Ook een leider en daarnaast ook sterkhouder op ons middenveld is Birger Verstraeten. Wij konden met hem spreken in aanloop naar deze wedstrijd. Belangrijke wedstrijd met oog op Europese overwintering. Hoe leef je daar zelf naartoe? Ja, ik denk dat we nu 0 punten uit 2 wedstrijden. Ik denk dat we ook wel misschien 2-3 punten kon hitten. Maar we staan achter met 0 punten. En dus ja, is de wedstrijd van morgen belangrijk en eigenlijk ook wel cruciaal naar ons verdere Europese avontuur. Ik denk als we morgen niets halen of donderdag niets halen, dat het moeilijk wordt om nog iets te kunnen betekenen in Europa. Dus de wedstrijd van donderdag is extreem belangrijk. En ik denk dat ook wel ergens een reactie verschuldigd zijn naar wat er tweede helft in Waregem vond ik niet acceptabel. Dus ik denk op alle vlakken dat donderdag een belangrijke match wordt. Waar denk je dat zondag is misgelopen? Ik denk vooral in de tweede helft. Ik denk dat we misschien te gemakzuchtig werden. In de kleedkamer aan de rust is er nogthans genoeg op gehamerd geweest dat het enigste was die ons kon afstoppen van de overwinning was onszelf. En we zijn er toch in geslaagd om onszelf in de voet te schieten. En we zijn gewoon 3 punten zomaar cadeau geven. En dat is pijnlijk. Maar het voordeel is dat er snel veel matchen, belangrijke matchen aankomen. Maar dat we moeten reageren als team. En vooral ook de match van donderdag is super belangrijk voor ons Europees avontuur. En iedereen weet wat er zondag aankomt. Dus, Het is een pittige week, maar daarvoor doen we het. Hoe leeft de groep er naartoe? Wat is het gevoel binnen de groep naar deze wedstrijd toe? Oh, ik denk dat iedereen hem ervan bewust is dat ik ga niet zeggen de match van de laatste kans is, maar anderzijds moet ik niet. Ja, een 0 punt net na 2 wedstrijden. Hij speelt tegen uw rechtstreeks concurrent, denk ik dan, om die mee van onder staat. Dat verliezen geen optie is. Dus we gaan volgen daar om hopelijk 3 punten mee te pakken. En, ja, ik hoop dat de groep en ikzelf er klaar voor zijn om vol aan de bak te gaan in Istanbul. Je zegt het inderdaad, 0 punten na 2 wedstrijden. Hoe evalueer je die 2 wedstrijden? Ja, ik denk dat 2 wedstrijden zijn dat we niet verdienen om te verliezen. Maar zo is voetbal nu eenmaal. Ik denk dat we ook al wedstrijden gewoon in dit seizoen waar we ook niet verdienen om te winnen. Dus ik denk in Olympiakos dat we een goede match spelen. En de laatste minuut daar nog een goede goal tegenkrijgen eigenlijk. Maar ook dat we meer verdienen tegen Frankfurt thuis. Kregen we op laatste die penalty tegen. Dus ik denk dat we niet beloond zijn geweest op basis van de wedstrijden. Maar ik denk dat we donderdag moeten reageren als we nog na nieuwjaar eventueel Europees willen spelen. En ik denk dat dat toch wel de ambitie is van iedereen. Binnen de club ook en van mijzelf ook. Dus ik denk dat er donderdag maar één iets op staat. Dat is vol gas geven en er keihard tegenaan gaan. Ja, we hebben wel als Antwerp zijnde getoond dat we onze voet zetten naast Europese toppers als Olympiakos en Frankfurt. Dat is op zich wel een mooi teken al. Ja, maar ik kan niet, hoe moet je het zeggen, voldaan naar huis met te zeggen van we hebben onze voet ernaast gezet. Daar koop je niks mee. Ik denk dat we wel een punt pakken, dat we wel een win. En dat allemaal draait in het voetbal om win. Ik zeg het dan al veel gewonnen dit seizoen, maar Europees nog niet. En we zelf nog geen punt gehaald. Dus ik denk dat er snel veranderingen moeten komen. Die ambitie die je nu uitspreekt, dat typeert jou ook als voetballer. Je bent eigenlijk een beetje de leider dit seizoensbegin op ons middenveld. Hoe voelt dat aan voor jou?
Nee, dat is niet iets waar ik bewust mee bezig ben. Ik ben iemand die haat van te verliezen. Ook al is het een dom Uno-spel of eender wat ik verlies, dan stop ik ermee. Dus ik vind gewoon dat als je tussen de vier lijnen komt, dat je moet 90, 93 minuten alles geven, ongeacht wat dat de uitslag is. Ik ben er zeker van bewust dat we niet elke wedstrijd gaan winnen dit seizoen. Maar als we verliezen en worden geklopt op onze sterkte, kan ik het beter plaatsen dan wat er in Waregem gebeurt. Dat is iets dat zelf nu momenteel nog knaagt. Ja. De supporters die omschrijven jou eigenlijk als een man met het Antwerp-DNA. Dus ze dragen je eigenlijk op handen. Wat doet dat met jou na het toch moeilijke seizoensbegin vorig seizoen? Ja, ik denk dat ze vorig jaar, exact denk ik een jaar geleden, niet zijn dat ik het Antwerp-DNA had. Maar er is veel gebeurd ondertussen en ik voel ook het respect van de supporters, zoals ik het respect heb naar hun toe, ook de supporters die aanwezig waren, bijvoorbeeld in Waregem. Ik denk, die waren 94 minuten top, zonder na de match ook niemand die ons uitvloed, niemand die wegwerpgebaren, die ons eigenlijk als er echt om de tweede helft te zeggen van jongens, dat kan niet, maar niemand heeft dat gedaan. Dus ik denk dan de supporters, dat we daar niks kunnen op aanmerken. Dat respect van mij naar hun toe ook wel wederzijds is. Ze zijn er wel niet bij. Ze mogen niet komen naar Fenerbahçe. Hoe gaat dat de wedstrijd beïnvloeden volgens jou? Ja, ik denk dat het al bewezen is dat de supporters voor ons belangrijk zijn, zowel uit of thuis. Maar ik denk dat het voor ons misschien nog een extra stimulans moet zijn dan om voor die supporters die er niet kunnen bij zijn, om die toch dat ze in de zetel de wedstrijd gaan kijken. Dat ze niet gefrustreerd in de zetel moeten zitten. Dus hopelijk kunnen we naar huis komen met hopelijk 3 punten. Of toch met iets waar we ons kan optrekken. Ja. Dus ik denk dat misschien ook een herstimulans kan zijn om ook het zonder supporters te doen. Dat we het als groep gaan moeten doen. En dat we gaan daar zeker geen cadeaus krijgen. Dat weet je nu al. Nee, het gaat er inderdaad een heksenketel zijn. Dat kan je nu al voorspellen. Wat geeft dat jou ook een extra boost om die wedstrijd aan te pakken? Ja. Ik denk in Olympiakos, dat was top ook. Die sfeer daar, ook onze supporters die er waren, die in de opwarming weet ik nogal op het veld kwam dan dat onze supporters waren, wat je hoorde. Nadien waren die van Olympiakos natuurlijk wel met veel meer, maar ik denk de sfeer die er was, was fantastisch. Van ook ons thuismatch, los van wat er gebeurd is, vond ik de sfeer thuis ook top. Ik denk dat we nog niet echt kunnen klagen dit seizoen qua sfeer. En ik denk dat ze ons ook vooruit sturen. En dat ze ons op moeilijke momenten, zoals tegen Serijn thuis bijvoorbeeld, dat dankzij hun is dat we soms nog de 3 punten uit de brand kunnen slepen zonder dat het eigenlijk goed uitziet. Okay. Heel veel succes donderdag en bedankt voor het interview. Merci.